Hey jongens, yo, laatste video van vanavond. Ik wil het even hebben over Borna Sosa. En Borna Sosa, die staat in de belangstelling van Napoli. En Sosa, dat is zo'n linksback die bij Ajax normaal voetbalt. En ja, heeft best wel een mislukt seizoen gehad bij Ajax. Maar ik vind nog steeds dat Borna Sosa best wel belangrijk is geweest voor Ajax. En ja, veel mensen die zeggen van, je hoort wel veel dat mensen zeggen van ja, hij heeft geen plezier bij Ajax. Hij komt niet echt lekker uit de verf, weet je. Het wil nog niet echt lukken. En ze zeggen ook van ja, hij is een beetje chagrijnig en hij speelt zonder passie. Ik denk dat het te maken heeft met de taal. Ik denk dat Borna Sosa niet goed Engels spreekt. Dat hij niet zo goed Engels kan. En dat hij daarom de communicatie niet helemaal lekker verloopt. En dat daarom ook wat moeilijker gaat op het veld. Maar Borna Sosa die staat in de belangstelling van Napoli. En Napoli werd vorig jaar, dus in 2023, nog kampioen van Italië. Het is een prachtige club. Napels is ook voor mij een hele mooie stad. Ik ben nog nooit geweest, maar ja, ik heb gewoon een beetje een voorliefde voor Italië. Maar Borna Sosa naar Napoli, dat zou toch wel fantastisch zijn. Het zou ook goed zijn voor Ajax. Want Ajax kan weer cashen. Want hij heeft een contract tot 2028 bij Ajax. Maar het zou mooi zijn als Borna Sosa bijvoorbeeld voor 15 miljoen verkocht kan worden. Kan Ajax weer Wout Weghorst kopen bijvoorbeeld. Of een andere topper. Misschien het salaris van Christian Eriksen betalen met dat geld. Nou ja, in ieder geval, dat komt wel goed. Maar Borna Sosa naar Napoli, dat zou ik echt wel, dat zie ik wel zitten eigenlijk. Dat vind ik wel een mooie transfer. Ik vind het ook wel goed voor de jongen om nog even een mooie stap naar Italië te maken. En Sosa is ook gewoon heel belangrijk, hè, voor het Kroatisch elftal. Want hij speelt ook gewoon mee op het EK van 2024 in Duitsland. Hij is gewoon van de partij. En hij speelt, voor mij heeft hij vandaag ook gespeeld. In een 3-0 verloren wedstrijd tegen Spanje. Nou, in ieder geval Soetelo speelde wel mee. Maar ik weet niet of Borna Sosa heeft meegedaan. Maar ik dacht even dat ik hem zag op het veld. Sosa, ja, ik vind nog steeds dat hij meer credits verdient bij Ajax. Hij heeft bijvoorbeeld bij die wedstrijd tegen Bodo Glimt. Die Ajax ternauwernood won. Of gelijk speelde toen. Waardoor Ajax doorging. Toen had hij ook een bal van de lijn gehaald. Borna Sosa. En Sosa. Ja, wat ik wel fantastisch van hem vond. Dit seizoen. Of afgelopen seizoen. Waren zijn voorzetten. Die waren echt kraakhelder. Die waren echt goed gericht op de spits. Of op de middenvelder. Die hem dan kon inkoppen. Of kon binnenschieten. Want dat vond ik wel echt heel mooi. Die diagonale ballen van die Sosa. Van de linkerkant. Ja, dat waren echt mooie. Waren altijd mooie aanvallen. En natuurlijk zijn niet alle acties gelukt bij Sosa. Maar ik vind dat hij meer credits verdient. En ik vind dat hij helemaal geen heel slecht seizoen heeft gespeeld bij Ajax. Maar je kan wel zeggen dat het mislukt is. Omdat Ajax ook nog maar is geëindigd op de vijfde plek. Maar ik zou hem wel missen. Sosa bij Ajax. Maar het is goed voor het laadje van Ajax. Het is goed voor. Voor de kas, dat er weer wat verdiend kan worden aan een speler. En ja, laten we hopen dat Sosa gewoon een mooie EK speelt met Kroatië, of voor Kroatië. En dat hij dan misschien die transfer naar Napoli kan afronden. Dus ik zou het wel vet vinden hoor, Sosa bij Napoli. En stel je voor, hij heeft nog een prachtige carrière. Hij is nu 26. En dan kunnen we altijd nog zeggen van ja, die heeft nog wel een jaartje bij Ajax gevoetbald. Dus ik denk dat Sosa een beetje een soort carrière als Sedinic Kriegera krijgt. Weet je, ken je Kriegera nog? Die ook een vleugelverdediger van Ajax geweest. Die ging toen naar Juventus. Heeft ook een prachtige carrière gehad trouwens. Dus Sosa. Ik vind het een fascinerende speler. En ik heb ook wel soms genoten van hem bij bepaalde wedstrijden en bepaalde acties. Dus ik wens hem het beste. En misschien is het wel het beste voor Ajax om afscheid van hem te nemen. Maar we gaan het zien. Hij wordt dus gelinkt aan Napoli. Mooie stap voor Sosa, zou ik zeggen. Oké, jongens, bedankt voor het kijken van deze video. En tot bij de volgende. Later. Ciao, ciao.